Een hele goede dag allemaal. Het is maandag en dat is dus een nieuwe week. Ik ben ongelooflijk brak. Oh my god. Gisteren was er dus tentfeest bij mij in het dorp. En ik dacht, verstandig, ik ga alleen maar aan het bier. Die wijn daar is niet te zuipen. Het is zo, zo koppijn wijn. En ik hou niet van Baco, verder als Baco en Coeberg, bessen. Nou, fucking zoet en vies en ik vind het allemaal zo vies. Dus ik dacht, ik ga wel gewoon lekker aan het bier. Die bier was ook echt niet te zuipen daar. Maar maakt niet uit, het was prima te doen voor daar. Maar ik heb dus zo'n kater, dat is echt bizar. Ik had niet verwacht dat het alleen van bier zou kunnen komen. Maar goed, ik heb nu heel erg spijt dat ik heb gedronken. Het was wel gezellig, maar niet heel bijzonder. Maar ik heb wel echt gelachen. Het was wel leuk om iedereen weer even te zien. Vandaag was een dag van niks. Het is 4:15. Ik ben nu aan het editen. Dat is het enige productieve wat ik vandaag heb gedaan. Verder heb ik alleen maar in bed gelegen. En was ik misselijk. Maar goed. Ja. Echt een topdag. Zo, het is wel weer 9:30 en ik heb lekker gesport. Ik ben eigenlijk al een tijdje terug, maar ik heb net even een stukje van de weekvlog nog geëdit. Die is nu helemaal af. En ja, top. Het is echt super donker hier in huis. Het is ook gewoon een beetje donker geworden. En het is nog best wel vroeg donker. Het is 9:15, 9:30 bijna. Ik ga nu even lekker douchen. En me klaarmaken voor bed. Morgen wil ik lekker vanochtend sporten om lekker mijn dag te beginnen. Mijn kater is gelukkig weg. Wat een drama. Echt, ik had zo'n kater. Vreselijk. Maar ja, ik ga lekker douchen. Dan ga ik lekker Gossip Girl kijken in bed. Morgen wel. Het is dinsdag. Het is niet vroeg, maar voor mijn doen na het zomerritme wel. 8:45. Ik heb me even opgekleed. En ik ga even sporten. Ik wil vandaag veel school doen en ik weet als ik lekker mijn dag begin met sporten, lekker productief, dan zit ik er gewoon meteen in. Hoef je niet meteen achter je laptop te zitten of ga je niet filmpjes kijken, maar ga je gewoon lekker aan de slag. Ik ben terug van sporten, heerlijk gesport. Het is inmiddels alweer 2:30. Ik ben al een tijdje terug. Wat heb ik nou op mijn lippen, joh? Ik heb even gewerkt en ik heb alles opgeruimd en weet ik het allemaal. Wat ik nu dus de laatste tijd doe is, voordat ik ga douchen, olie ik mijn haar in met dit. Alma Hair Oil. Ik heb dit op TikTok gezien en hier schijnt je haar voller, mooier, meer betere haar groeien en weet ik het allemaal te krijgen. Natural Care for Healthy, Long and Beautiful Hair. Dus ik had het besteld als zeg maar 6 euro of zo op bol.com of zo. Ik weet niet eens meer. Dus ja, dat kan je opzoeken. Ik ga nu een tijdje proberen. Ik heb het nu... Ja, ik doe het gewoon voordat ik was. En ik was maar ongeveer 2 keer in de week. Dus ja, ik doe het nu ongeveer 1,5 week. Dus ja, ik kan er niet echt verschil zien, denk ik. Maar ik ga even douchen en dan daar nu weer aan school. Morgen normaal. Het is vandaag woensdag. Ik ga vandaag lekker even naar kantoor. Ga ik daar even aan mijn scriptie werken. Aan mijn school zitten. En ik ga wat content maken. Daar gaat Maggie, mijn lieve schat, erbij helpen. Voor Bjorn Borg. Het is een Instagram samenwerking. Maar check dit setje. Ik vind dit zo geweldig leuk. Oh my god. Ik vind deze kleur zo leuk. Bjorn Borg dus. En ik heb mijn Dunks erbij. En lekker een blazer. Ik heb er gewoon lekker een outfitje van gemaakt. En ze hebben ook nog hele leuke. Ik heb hem dus ook in een lange legging. En in het groen. Heel mooi kleurtje. En in het echt heel donkergroen. Echt een mooi kleurenpaletje. Dus helemaal blij mee. Ik ben trouwens weer lekker op kantoor. Aan het werk. Op mijn scriptie. Daar is Meertje, de peertje. Er is Tess. Waar is Maggie? Maggie, Maggie. Maggie! We gaan even content maken voor Bjorn Borg. Maar dat heb ik al laten zien vanochtend. Leuk setje. En ja, lekker naar school. Leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Vandaag wordt weer een dag aan de school zitten. Zin in. Hashtag not. Maar goed, we gaan er weer voor.
Ik ben lekker weer eens op school. Ik ga zo meteen even sporten, even lekker ertussenuit. Ik ga daarna douchen en maken een video, TikTok content filmen en zo. Ik heb lekker een broodje gemaakt als lunch. Een geroosterd broodje met cream cheese, avocado, tomaat, feta en limoensap. Yum! Dus ik ga het even opeten. Oké, ik heb lekker even gesport. Echt anderhalf uur lang of zo. Billenbenen, leg day. Love it. Ik ben echt zo ontzettend fan van deze nieuwe setjes. Ik vind de kleuren vooral echt heel leuk. En het zit ook gewoon heel lekker. Helemaal blij mee. Ik ga even douchen en dan ga ik het meest geweldige pakket ooit unboxen van Look Fantastic. Ik heb ook de Look Fantastic Beauty Box gekregen. Ook wel leuk dat ik ook even aan jullie laat zien. Look Fantastic is echt de meest geweldige samenwerking die ik ooit kan wensen. Want ik hou van make-up, ik hou van verzorging, ik hou van skincare. En ik heb al mijn nieuwe favorieten weer besteld, want vele zijn op. Dus ga ik lekker unboxen. Ik vind het zo heerlijk om te zien. Dus ja. Dat ga ik even doen. Maar ik ga eerst even lekker douchen. En dan ga ik het meest geweldige pakket ooit unboxen van Look Fantastic. Ik heb ook de Look Fantastic Beauty Box gekregen. Ook wel leuk. Dat ik ook even aan jullie laten zien. Look Fantastic is echt de meest geweldige samenwerking die ik ooit kan wensen. Want ik hou van make-up. Ik hou van verzorging. Ik hou van skincare. En ik heb al mijn nieuwe favorieten weer besteld. Want vele zijn op. Dus dan ga ik lekker unboxen. Ik vind het zo heerlijk om te zien. Dus ja. Dat ga ik even doen. Maar ik ga eerst even lekker douchen. Look Fantastic is ook altijd een beauty box. En daar heb ik er ook een van gekregen. Dus die ga ik ook even snel unboxen. How cute. Een body scrub. Altijd handig. Micellijnwater. Oh, wat schattig. Een brow gel. Ook altijd handig. Lekker klein. Kan je het meenemen. Volgens mij is dit een face wash. Allemaal leuke minis. Wat handig. En een metallic eyeshadow. Wauw, dit is heel mooi. Natuurlijk heb ik ook weer een kortingscode. Die is zoals altijd SARAVLF. En krijg je 10% extra korting. Bovenop de kortingen die dus al gelden. Het is ook altijd op veel merken goede kortingen lopen. Dus daarom is het zo chill. Ik bestelde voordat ik met hun een samenwerking had ook vaak producten daar. Omdat het daar gewoon vaak goedkoper is door de kortingen. Dus super chill. Oké, ik heb weer lekker veel besteld. Oh my god. Love this. Laten we beginnen bij de skincare. Ik heb allemaal heerlijke skincare besteld. Wat ik altijd gebruik en alweer op is. Een van mijn favoriete merken is The Ordinary. Ik merk echt sinds ik dat gebruik dat mijn huid zoveel beter is. Wat ik gebruik in de volgende volgorde is eerst Hyaluronic Acid. Hier begin ik mee. Dan doe ik Niacinamide. Dit is ook heel erg goed voor acne en puistjes. En dan doe ik Caffeine Solution. En dit is dus voor je wallen. Voor onder je ogen. Een paar druppels. Ik heb deze twee in het groot. En deze in het klein. Kijk, dus dit potje. En dit is de andere formaat. Dus je kan ook. Dit is eigenlijk het normale formaat. Maar je kan dus ook een groot formaat kopen. Nou, dat vind ik top. Want ik gebruik het heel veel. En dan vliegt het er doorheen. Dus 60 ml. En die andere is 30 ml. Dus het is gewoon twee keer zoveel. En dan heb ik ook iets nieuws. Wat ik dus op TikTok zag. En dat is retinol. En retinol schijnt dus te helpen tegen rimpels en veroudering. En in die TikTok stond er dus dat je hier al vroeg mee moet beginnen. Dus al 21ste jaren. Deze moet je dus alleen in de avond opdoen. Ja, hier ben ik ook heel erg benieuwd naar hoe ik deze vind. Dus deze heb ik ook even in het klein. Had ik ook een nieuwe moisturizer nodig. Want eigenlijk zijn ze allemaal op. En heb ik de welbekende Clinique. Ik heb hem in 50 ml. Hier schijnt heel goed te zijn. En ik denk dat deze zo lekker op je huid is. Laten we het even testen. Deze nu een keer proberen. Oh. Ja, dit is zo niet normaal lekker zacht. Ruikt ook heerlijk. Oh, ik had echt een heel klein beetje, maar het is zo'n
zachte formule of zo. Het glijdt gewoon over je huid. En ja, ik vind dit echt geweldig. Sowieso vind ik Clinique echt een topmerk. Dan, voordat ik ga slapen, gebruik ik altijd deze. De self-tanning water. En dit is dus water wat je dus een self-tan geeft. Het werkt echt ziek goed. Je krijgt er dus totaal geen vlekken van. Het is echt gewoon zo'n mist. Het is echt gewoon een mist. Dus je mist lekker zo over je gezicht. Ook super refreshing. Ik kan het ook even hier gewoon doen. Het ruikt ook lekker. Dat is ook een mega voordeel. Wat ik daar dus van heb. Dit vind ik echt geweldig. De grote versie. Maar wat ik dus zag. Hoe geweldig. Was van die refills. Deze kan je dus kopen dus per 2. En dan kan je dus gewoon een refill geven. Nou, veel beter voor het milieu natuurlijk ook. Hoef je niet elke keer zo'n nieuw potje aan te schaffen. Want dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Dan heb ik een nieuwe cleanser voor onder de douche. Deze heb ik altijd van CeraVe. Dan door naar de nageltjes. Ik heb zelf altijd acrylnagels. Maar ik kwam deze zomer tot de conclusie dat ik mijn teennagels altijd wil lakken. En dat ik geen mooie teennagellak meer heb. Dus ik heb van OPI, mijn lievelingsnagelmerk, een mooi schattig kleurtje. En daarvoor op ook een topcoat van OPI. Ik weer even lekker een nieuw setje. Daarbij ook een nagelvel. En ik kon even geen keuzes maken. Dus ik heb er 2 gedaan. Want ze waren toch heel goedkoop. Dan kon ik gewoon net even zo'n hoekje even veilen. Maar ook voor mijn tenen. Ja, kijk, dit hebben we van step 1, step 2, step 3. Dan gaan we door naar parfum. Ik heb echt van alles wat. Dat vind ik helemaal leuk. Deze parfum van Lancôme. Idol. Maar ik had deze pas als tester op. En ik rook hem de hele dag. En ik dacht, wat fuck is dit voor lekkere geur. Ik had echt wel zo'n heel klein mini testertje. Dus heb ik deze daarvoor. En ik vond hem zo lekker. En ik heb dat ik hem af en toe kan sprayen. Oh. Zo lekker. Ik kan hem even, ja, ik kan het niet. Ik kan zulke dingen niet begrijpen. Ja, love it. Top. Lekker schattig klein dingetje. Kan je lekker je tasje meenemen. En dan als laatste make-up, mijn favoriete dingen. Ik heb 2 dingen van NARS. NARS is gewoon, ja, een geweldig merk. I love it. Welbekende Orgasm Blush. Oh, zo mooi. Ja, dit is de Orgasm X. Dus deze is net iets feller. Ja, laatst sta je helemaal fan van blush ook. En dan dit palet van NARS. En toen zag ik deze dus. En toen dacht ik, ja, deze moet ik. Dit is een oogschaduwpalet. En deze is echt niet normaal. Daar ben ik. Nou, de verpakking is echt wel prachtig. En ja, deze kleurtjes zijn zo mooi. Echt een goede mix tussen mat en een glitter. Ik vind het echt geweldig. En ja, de pigment is ook niet normaal. Nee, die heb ik hem ook. Waar ik 1 ding blij van word, is het wel echt make-upjes en verzorging dingetjes. En oh, ik vind het zo eerlijk. Je kan me echt alles geven en ik vind het geweldig. Ik zou zeker even linkje in de beschrijving checken en hun site. Ze hebben echt super. Per veel exclusieve merken. Dus ja, geweldig. En dan kan dus met mijn kortingscode SARAVLF met 10% korting shoppen met 10% extra korting zelfs. Dus ja, ik wil zeker even een kijkje nemen als ik jullie was. Alright, het is inmiddels al 11:15. Ik ben opgemaakt, want ik had dus content gemaakt. Een TikTok voor Look Fantastic met hun make-up producten. En als ik het zelf mag zeggen, vind ik de TikTok echt super leuk geworden. Dus hij staat online, dus je kunt hem checken. Dan kun je een easy everyday make-up routine zien met wat leuke productjes die je dus ook kan kopen bij Look Fantastic. Eigenlijk heel mijn make-up stash komt van Look Fantastic. En alle producten die ik hiervoor al gebruikte, verkoop Look Fantastic ook. Dus dat is gewoon top. Ik heb net een beetje mijn kamer opgeruimd, het was echt een troep. Ik ben nog steeds echt, ja, hoe ga ik dit allemaal? Dit is al mijn kleding. En hier zit al mijn kleding in. En daar. Stel, ik kreeg het huis in Amsterdam bij Maggie. Die kamer is zeg maar een bed en een tafeltje. En dan zo'n klein kastje. Ja, ik weet niet, er kan niet eens een kledingrek in die kamer, zo klein is het. Ik weet echt niet hoe ik dat ga doen. Jodo. Heeft iemand ook nog een kamer beschikbaar met een hele grote kamer in Amsterdam toevallig? Over, let me know. Alrighty. Ik vond het tijd
Even lekker skincare routinetje. Hashtag night routine bedoel ik eigenlijk. Te doen. Lekker make-up weer afhalen. Lekker kletsen over het leven. Ik wil morgenochtend 1000% sporten. Ik hou van ochtendsporten. Of lekker een rondje lopen, zoals ik vanochtend heb gezegd. Vanochtend was ik een rondje gelopen. Om 8:30. Een best wel groot rondje, een uur of zo. Ik vind het zo lekker. Dan begin je gewoon lekker je dag met de activiteit. Dan kun je wel even rustig wakker worden. Hoef je niet meteen gelijk aan het werk. Love it. Oké, ik gebruik altijd Garnier. Deze vind ik super chill. En met olie, dus dan haalt het heel goed je oogmake-up eraf. Mascara en zo. Echt super chill. En dan laat ik het altijd heel even weken zo. Wordt die mascara beter en dan kan ik het dus beter afhalen. Maar ik ga morgenochtend ook sporten om 8:30. Dan van 8:30. En dan moet ik weer lekker school. Nou, in de avond ga ik met Stan. Morgen hebben we precies 1 jaar en 11 maanden. Dus we hebben bijna 2 jaar alweer. 2 jaar, jongens. Kan jullie het geloven? Ik denk dat er echt wel mensen zijn die mij kijken die nog weten dat ik single was. En dat ik met Stan een relatie kreeg. En ik zei, oeh, ik heb een relatie. En dat ik helemaal verliefd was en zo. Nou, ik ben nog steeds trouwens fucking verliefd. Ik vind dat zo bizar. Mensen zeggen altijd van, ja, verliefdheid gaat weg na 1 jaar. Ik ben echt fucking verliefd gewoon nog, hoor. Ik weet niet. Mijn gevoel, heb ik echt nog maar een week een relatie. Hoe leuk is het gewoon als je vriend je beste vriend is. Je zo leuk hebt met elkaar, ja. Gebruik ik deze reinigingsmelk van Dr. Hauschka. Hauschka. Dat heb ik ooit een keer gekregen. En dit is echt een best wel duur merk. En ook echt een super goed merk. Er staat hier ook zoveel zooi van mij. Het is echt, mijn moeder haat mij. Maar ik kan gewoon zoveel van die shit binnen. Echt heerlijk, hoor. Tot vandaag kan je me niet blijer maken met dat soort troepjes. Nou, het zijn geen troepjes, want het is hartstikke goed voor je gezicht gewoon. Ik doe elke avond mijn skincare routine. In ieder geval sowieso mijn make-up afhalen als ik make-up op heb. Very, very important. En als ik echt zomaar quick trip to the bed wil, dan doe ik gewoon deze en deze. Maar als ik gewoon lekker uitgemaakt zin en tijd heb, dus dan doe ik nog een beetje normaal micellar water van Scharnier. En dan haal ik toch altijd nog wat eraf, hoor. Ja, zie je. Gewoon nu al. Dat is echt bizar. Ik snap dat echt niet. Dan denk ik, ik ben al fucking 4 keer overheen gegaan. Dit komt er nog af. Wow. Dan neem ik jullie zo mee naar mijn kamer voor echt mijn skincare routine. Dat kan ik doen met die nieuwe dingen van Look Fantastic. Kan ik jullie laten zien. Wow, dat is echt veel te happy. Ik ga even lekker mijn tandjes poetsen. Oké, let's go. Nou, ik heb even onderzoek gedaan wat een goede volgorde is. Dus dan kunnen jullie mij even lekker nadoen. Hyaluronic acid. Dat doe ik gewoon een beetje. Dan ga ik over mijn gezicht heen rijden. En disclaimer, dit doe ik echt niet elke dag. Maar wel zo vaak mogelijk. En niet alle stappen. Het zijn wel belachelijk veel stappen. Dat hoeft echt totaal niet. Maar ik vind het gewoon super lekker om bezig te zijn. Dan doe ik niacinamide. Daar doe ik ook een beetje van. Het is altijd chill. Want die serums trekken zo lekker snel in je huid. Dit doe ik echt nooit. Dan doe ik de retinol. Dat is dus tegen veroudering. Op de verpakking dat je dit alleen in de avond moet doen. Dit is echt een soort olie. Dan doen we de cafeïne solution. Dit moet je dus voor onder je wallen doen. Dit kan ook 's ochtends en 's avonds. Daar heb je echt heel weinig van nodig. Dus doe ik een beetje zo onder mijn oog. En een beetje zo uitsmeren. Ik kan ondertussen even mijn favoriete lipbalsem gebruiken van Elizabeth Arden. Deze kun je ook, de 8 Hour Cream is dit. Deze kun je ook op hele droge plekken, bijvoorbeeld op je huid gebruiken. Ik gebruik hem als lippenbalsem. Ik heb ook de mini versie. Heel handig, kun je lekker je tas doen of zo. Dit is de lekkerste lipbalsem uit mijn leven. Dus, dan gaan we lekker door naar de moisturizer. Dit is allemaal wel aardig ingetrokken. Niet normaal. Dit is echt zo'n moisturizer. Het is gewoon een dag of nacht kruim moisturizer.
En oh, hij glijdt zo zacht over je huid. Gewoon, nou, die laten we ook even lekker goed intrekken. Neem je hals mee. Je gaat later uitzien dat als je gezicht goed hebt verzorgd en je nek en je hals niet, dat er rimpels komen. Dan gebruik ik altijd X-Lash. Ik hoop dat X-Lash ooit in mijn leven mijn hoofdsponsor wordt. Want ik ben nog nooit zo blij met een product geweest. Mijn wimpers, jongens. If I tell you, ik heb geen wimpers. Ik had nooit wimpers. En nu heb ik opeens wimpers. Kijk dan. Probleem van mijn wimpersleen. Is dat ze recht vooruit staan. Dus ik moet ze altijd wel echt krullen. Maar dan krijg ik dus als ik mascara op heb, vet mooie wimpers. Deze even op. Deze moet je gewoon zo op je wimper gewoon doen als een eyelinertje. Dan doe ik deze van Mario Badescu. Die naam allemaal, wie verzint ze? Maar nu, de laatste tijd gebruik ik dus deze zilftan water. Dus, dat ga ik jullie laten zien. Ik kan echt best wel lekker veel doen. En ik ga mijn hals ook gewoon even lekker meenemen. Nou, dan ben je dus zeiknat. En het ruikt zo lekker. Het ruikt gewoon niet naar zilftan. Nou, dan gaan we het op laten drogen een beetje. En dan gaan we er dus lekker mee slapen. Oké, ik heb misschien wel een beetje iets te enthousiast gedaan. En dan zijn we morgen, als het goed is, een tintje bruiner. En welke ik ook heel chill vind om te gebruiken is deze van Rock Brun. Maar dit is een serum, dus die moet je een beetje mengen met je serums. Dat kan je ook doen. Dit was mijn TED Talk. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Ik lijk wel... Nou, dit is een beetje overleven. Hoeveel ik nu op heb gedaan. Hey. Ik ga lekker slapen. Doei. Kijk, jongens. Ik weet niet of jullie het zien, maar... Ik ben nu echt wel weer een tintje bruiner. Jee. Mijn haar. Het kan echt niet. Goedemorgen trouwens. Het is vrijdag. Ik ga even sporten. Dit is echt... Oh, het ruikt wel lekker naar dat luchtje die ik had opgespoten. Nee, ik ga even mijn sportkleding aandoen. En lekker sporten. Even een lekker bakkie pleur. Klaar? Voordat we gaan sporten. Oké, ik heb dus een... Ja, mijn haar zit in de olie. Ik kan niet meer praten. Ik heb dus een super groot pakket binnengekregen van Xenos. Ik dacht, misschien ook leuk om het te unboxen. Ik ga voor hun een TikTok maken voor een mini coffee station. Dus daar heb ik het leuke product voor ontvangen. Dus dat komt niet op mijn kanaal. Dus ik dacht, het is wel leuk om het te unboxen dan. Maar die plank is heel groot. Oh no. Dit was niet de bedoeling. Dit is echt een vet groot. Nou ja, op zich kan het wel. Hier wil ik hem op gaan maken. Dan hebben we een gouden lepeltje. Helemaal cute. En even een leuk vaasje met leuke bloemetjes. Oh, deze zijn ook echt wel 20 keer groter als dan ik dacht. Want dit is echt het vaasje. Hey drama. Volgens mij zitten de mokken er niet bij. Oké. Voor de koffiecups. Wat een leuk pakje. Hier ga ik vanillesiroop in doen. Cute. Heel cute ook. Ik ga dan de lepeltjes in. Super schattig vaasje. Maar ja, dan moet ik dit even knippen denk ik. Dan is het wel cute. Nee, dat kan wel. Maar deze is denk ik wel een beetje te groot. Nou, we zien het wel even aan. Ik heb jullie helemaal het eindresultaat niet meer laten zien. De mokken zijn dus nog niet binnen, maar die moeten nog komen. Kijk hoe cute het is. Ik moet de TikTok by the way nog maken hoor. Maar hier staat dan nog maar de melkschuimer. Maar het past er zo cute bij. I love it. Hoi allemaal. Het is vrijdagavond. Stan en ik wilden gezellig even naar Sunset. Dat is een soort beach clubje in Alphen aan de Rijn. Ik even gewoon de stof van de blik halen. Ja. Is goed.
Maar dat zat helemaal vol. Want je kan er dus zeg maar niet reserveren. Het zijn gewoon van die zitzakken. En dan zie je zo de sunset. Ja, helemaal gezellig. Maar het zat dus helemaal vol. Dus Stan had het niet. Stan, ik had niet echt zin om naar het terras te gaan of zo. Echt helemaal te terras of zo. Dus we zijn nu gezellig bij mij achter gaan zitten. We hebben lekker de kaarsjes aangestoken. Ja, nou, in ieder geval hebben we lekker kaars aangestoken. We hadden net een kampvuurtje aan, maar die is alweer uit. We hebben de hele avond lekker spelletje gespeeld. Alleen Stan heeft dus zijn glas wijn laten vallen. Dus er ligt allemaal glas nu hier op de grond. Hij is even stoffer en blik aan het halen. Maar we hebben echt heel gezellig de hele avond hier gezeten. Dit is bij mij achter in de tuin. Dit was vroeger een ketelhuis. Want wij woonden dus... vroeger was het een boerderij met kassen. Maar het is allemaal plat gegooid. En nu hebben we gewoon het huis hier. Maar dit ketelhuis, dat is zeg maar een soort ketel voor de kas vroeger. Het staat nog. Dus dat hebben we een soort beetje schattig omgetoverd. Dat is een cute huisje waar je lekker in de zomer kan zitten. Dus hier weer lekker heel de avond spelletjes gedaan. Lekker wijntjes gedronken. Lekker muziek geluisterd. Lekker gekletst. Dat was echt een superleuk avondje. Want vandaag is... Ja... We zijn echt totaal niet bezig met anniversary. Maar toevallig was het vandaag 1 jaar en 11 maanden. Dus over een maand hebben we bijna 2 jaar weer. Volgens mij heb ik dat dus de weekvlog al gezegd. Ik ben er echt nooit mee bezig. Ik vergeet het altijd. Maar de laatste tijd voelt het opeens helemaal alsof ik er een soort mee bezig moet zijn of zo. Nou, niet moet... Maar ik ben er zo mee bezig. En dan denk je weer van wow. Ik heb weer 2 jaar een relatie. Voor mijn gevoel was het dag van gisteren. Dat ik nog single was of zo. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar ik ben nog zo verliefd na 2 jaar. Dat ik denk. He is the one. Oh cringe. Ooh, I hate it. Maar het is gewoon facts. Dus ja. Het is alleen maar leuk voor mezelf. We gaan zo meteen lekker naar binnen, denk ik. Lekker naar bed. Morgen moet ze dan ook weer voetballen en zo. En ik ga morgen naar mijn broer. Gezellige weekendje. Lekker met mijn neefje ook en zo. Dus helemaal zin in. Dus ja. Echt super gezellig avondje uiteindelijk. Morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Ik ben bij mijn broer aangekomen. Ik ga hier namelijk even gezellig een weekendje heen. Eigenlijk gewoon een nachtje. Mijn neefje is hier ook. Ik heb de laatste tijd helemaal verslaafd aan de podcast van Kai. Even relativeren. Ik vind het zo chill. Het is echt gewoon even relativeren. Van wow, ja, inderdaad. Inderdaad. En net luister ik dus die podcast van met Gwen. Ik ben helemaal benieuwd geworden naar haar podcast en haar verhaal. Ik vind het zo interessant om er gewoon, ja, gewoon even bij stil te staan. Ik vind het echt heel erg leuk. Dus ja, dat wil ik even delen. Ik dacht misschien ben je ook... Ik was heel erg op zoek naar een podcast. Ik vind het zo chill, maar ik wist gewoon niet wat ik moest luisteren. Luister ik wel eens Broers en Monica en Kai. Vind ik echt super leuk. Maar dat is meer een soort lachertje. Ha, je kan even je gedachten op niks zetten. Maar dit, hier leer je nog wat. Hou je echt een soort les uit. Geweldig. Ik vind het heel leuk. Ik heb 2 knuffels meegenomen voor mijn neefje. Een tas vol spullen. Squid Game. En een pandaatje, want hij is fan van panda's. Dus ja, we zijn er. Yay, gezellig. Wij zijn lekker pannenkoekjes eten. Dat is lekker. Oeh, yum yum. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben lekker wakker geworden bij mijn broer. En gisteren was echt super gezellig. We hadden gisteravond nog een serietje gekeken. Lekker een rood wijntje gedronken. Er zaten zoveel van die pannenkoek dat we gewoon geen avondeten meer op hebben. Want het was echt bizar machtig. Maar mijn broer heeft allemaal sportspullen. Dus we gaan hier buiten nu even lekker sporten. Heerlijk om je dag mee te beginnen. En ik ga denk ik even billenbenen doen. Want armen heb ik pas nog gedaan. Meteen lekker uit eten. We gaan mosselen eten met de fam. Stan gaat ook gezellig mee. Bij Thuisje Man. Dat is aan het water, heel leuk. En ik heb even dit leuke boekje aan. Deze top, dit tasje. Major. Nee, Dunks. En ik doe deze blazer erbij. Helemaal leuk.
Jongens, dit was alweer de weekvlog. Het is maandag. Ik hoop dat jullie een leuke weekvlog vonden. Ik heb er weer zeker genoten om mijn leven met jullie te delen. Like, deel, subscribe. Support your girl, you know. En dan zie ik jullie snel weer.